God is licht. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Geliefden, waar is het ons om te doen in de samenkomsten der gemeente? Is voor ons het eerste en het meeste dat wij elkaar daar ontmoeten, in de gemeenschap der heiligen? Of gaat het ons misschien vooral om de prediker? Komen wij om van hem te horen een gemoedelijk woord, een warm getuigenis, een wijsgerig betoog en een literaire smaak getuigende verhandelingen? Komen we zelfs om geboeid te worden door het zien van het vuurwerk van een zogenaamd welsprekendheid? Wij voelen het, dan is het het ware niet. Daar mag het ons toch niet om te doen zijn. Nee, als wij ons op de rustdag openbaren mogen als gemeente, van onze Heer Jezus Christus, dan is God in het midden. Hij is gekomen om zijn volk te bezoeken. En dan past ons dat wij elkander opwekken, gelijk wij gezongen hebben. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Het spreekt dan ook wel vanzelf dat de bediening des woords in overeenstemming moet wezen met het karakter dat de samenkomsten der gemeente dragen. In de prediking moet telkens weer het licht uitschijnen over die ontmoeting van God met zijn volk. Aan de gemeente moet steeds weer het antwoord gegeven worden op de beide vragen die voor haar van alles beslissende betekenis zijn, op de vraag wie God is en op de vraag wie tot zijn volk behoort. Wel nu, dat geschiet ook in de woorden van onze tekst. Daar wordt verkondigd dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is, maar ook dat alleen zij die in het licht wandelen behoren tot zijn volk. Gods woord geeft ons hier een antwoord op de vragen wie God is en wie tot zijn volk behoort. De apostel Johannes spreekt in onze tekstwoorden van een verkondiging die hij zelf ontvangen heeft en die hij nu weer doorgeeft aan anderen. Verkondigen, dat is spreken, openlijk getuigen, maar niet op eigen gezag, nee, uit kracht en opdracht en bevel. Het is het overbrengen van een boodschap die toevertrouwd werd, met de uitdrukkelijke last haar wederbekend te maken aan anderen. En de apostel noemt ook uitdrukkelijk hem van wien hij zijn opdracht ontving en aan wien hij daarom zijn gezag ontleent. Als hij zegt dat hij, dat is de verkondiging die wij van hem hebben, hij wijst daarmede terug op hetgeen hij in de vorige versen
in de inleiding van zijn brief getuigd heeft van Jezus Christus. In hem hadden de apostelen gehoord, gezien, aanschouwd. Ja, met eigen handen getast het woord des levens, dat van de beginnen was bij de Vader en dat vlees geworden was in de volheid des tijds. Nee, Johannes heeft het antwoord op de vraag wie God is, niet van zichzelf. Hij heeft het niet ontvangen van een mens, zodat hij slechts spreekt van een mens een woord. Maar door de openbaring van Jezus Christus, de Zoon van God. En dat juist, dat hij zijn verkondiging aangaande God van Jezus Christus heeft, dat maakt zijn boodschap zo rijk. Immers, Jezus Christus is de enige die ons de Vader kan doen kennen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Niemand kent de Vader dan de Zoon en die het de Zoon wil openbaren. En nu is Christus, deze hoogste profeet en leraar, wel niet meer op aarde, maar toch is de Zoon die in hem aan de kempfer is niet meer ondergegaan. Immers door de dienst van de apostelen en profeten heeft de geest der waarheid onze schriften geschonken en die zijn het die van hem getuigen. Kon eenmaal het vlees geworden woord spreken. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En nog steeds is Christus onder ons, bekleed met het gewaad der schrift sprekend. Wie mij hoort, die hoort dien. Die mij gezonden heeft. Daar komt nog bij dat de Heere aan zijn kerk ook dienaren gegeven heeft om met ambtelijk gezag dat woord te prediken. Wijzend op de schriften kunnen we zij ook getuigen. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Prediking des woords, dat is niet maar dat uw dienaren vertellen wat zij zelf beleefd hebben, wat hun eigen opvatting is van verschillende zaken, voor hun particuliere beschouwingen en hun subjectieve belevingen, zult gij in de regel maar matige belangstelling behoeven te hebben. Nee, in hun prediking moet iets doorklinken van alzo zegt de Heere. Is het goed, dan moet in hun woord gevoeld worden dat in hen leeft. Iets van het besef waarvan in Jesaja 50 gesproken wordt. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt mij alle morgen. Hij wekt mij het oor, dat ik hore, gelijk die geleerd worden. Dat spreken met goddelijke autoriteit is voor onze dagen waarin men van alle kanten roept om gezag meer dan nodig. Meer nodig dan ooit. Welnu, is het dan niet heerlijk dat de kerk van Christus in het midden der wereld staan mag, zeggende, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, die wij u verkondigen, dat God een licht is. Wij leven immers wel in een heel donkere tijd. Wat een benauwing en verwarring alom. Een tijd daarom vooral zo donker, omdat voor al meerderen wolken zich samenpakken aan de horizon, zodat zij op aarde niets meer zien van het zonlicht des hemels.
van God niet meer weten, van zijn werk niet, van zijn woord niet en zijn toekomst niet. En nu is het wel een zwaar en verantwoordelijk werk, maar toch ook zulk een heerlijke roeping om juist in deze donkere dagen de naam Gods uit te roepen. Om de mensheid die meer dan ooit in het duister dwaalt te mogen toeroepen dat God een licht is. Hoe donker het ook schijnen mogen, hoe duister onze wegen over de aarde mogen worden. Wat ook het ongeloof zeggen en ons twijfelmoedig hart ons ingeven, toch te mogen staande houden, het getuigenis. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God een licht is. Met deze prediking heeft de kerk haar plaats, haar roeping in de wereld en hiermee kan zij met de moeder mens ook van onze dagen een woord spreken ter rechter tijd. God is een licht. Of liever, want zo moeten wij het woord eigenlijk lezen. God is licht. Gelijk God liefde is, zo is God ook licht. God heeft niet alleen licht en geeft niet slechts licht, maar hij zelf is licht. Hier wordt ons dus niet iets gezegd van het werk Gods, maar van het wezen Gods. En waar wij, als het gaat over de werken God, ons al telkens weer gedrongen gevoelen om te spreken. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan daar niet bij. Hoeveel te meer voelen wij slechts. Slechts te kunnen stamelen als het gaat om meer voelen. Om slechts te kunnen stamelen als het gaat om de openbaring. Niet van wat God doet, maar van wie hij is. Wat is dat een rijk woord. God is licht. Licht immers doet ons denken aan kennis, aan waarheid, aan gerechtigheid, aan zaligheid en aan zoveel meer. Licht is voorwaarde voor alle leven, groei en bloei. Uit heel deze schat kunnen wij slechts een enkele parel ter bewondering u voorhouden. Wij wijzen er dan allereerst op dat God licht is. Ons zeggen wil dat bij God de kennis is. Nee, wij aanbidden geen duistere God, geen onbewust of halfbewust opgewezen, maar een persoonlijk God die voortdurend zijn ganse wezen doorziet, die zichzelf kent en die daarom ook de enige is die kennis aangaande zichzelf geven kan. En als ons oog geopend door de geest der genade, ook uit de prediking iets van dat licht van de kennis Gods opvangen mag, dan stemmen wij in met het woord dat dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de eeuwige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wij worden dan ook zelf openbaar in onze duisternis en dwaasheid en het wordt ons biddende begeerte om al meer de overleggingen terneer te werpen van alle hoogte die zichzelf verheft.
tegen de kennis Gods. En alle gedachten gevangen te leiden tot gehoorzaamheid van Christus. En wien wij gehoord hebben, van wien wij gehoord hebben de verkondiging dat God licht is. Maar behalve op dit meer verstandelijke wijzen wij u ook op het zedelijke dat er in dit woord ligt. Het licht is niet alleen een beeld van volmaakte zelfkennis Gods, maar ook van zijn vlekkeloze heiligheid. En op deze betekenis van het woord valt wel de nadruk in het verband van de brief van Johannes, die tegen allerlei dwaalleer de gemeente opwekken wil, tot een leven van heiligmaking. Deze tweede betekenis vooral verstaan wij eerst goed door de toevoeging dat er gans geen duisternis in God is. Wij mensen, en ach, ook nog wij gelovigen, wij weten vaak nog zo weinig wat licht is, maar wij weten te beter wat duisternis is. Duisternis, onkunde, dwaasheid, maar vooral ook onheiligheid. Wel nu, in God is gans geen duisternis. Al dat zondige, dat onheilige, dat er zoveel in ons is, dat is er in God ganselijk niet. Nee, hij is een licht van smetteloze heiligheid. En er bestaat geen de minste band tussen hem en het kwade. En nu moeten wij vooral ook hierbij blijven bedenken dat wij deze prediking, dat God al zo een licht is, van Jezus Christus gehoord hebben. Aan hem zien wij dat licht van Gods heiligheid. In hem zien wij Gods toorn tegen de duisternis der zonde, al zo groot dat hij, eer hij ze ongestraft liet blijven, ze aan zijn lieve zoon gestraft heeft, in de bittere en smadelijke dood des kruises. In Christus zien wij Gods licht worden tot een verterend vuur, maar in zijn kruis zien wij ook een verterende gloed van dat vuur, geblust en getemperd, tot een milde glans van genade, een vriendelijk schijnsel van ontferming. We zien Gods barmhartigheid, grondeloos groot, die voor zijn zondaren verlossing werkte. Zelfs door de dood van zijn enige zoon, zo ligt er in de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, dat God er licht is, oordeel over onze zonde, maar ook oordeelsontkoming in Christus Jezus. Wij horen de roepstem tot bekering en wij vernemen het lieflijk aanbod der genade. Sorry. God heeft ons voor de grondlegging de wereld uitverkoren, zegt hij. Hij kan niet nog andere mensen een lieflijk aanbod van genade geven. Hij roept, als hij roept, dan met een werkelijke roeping, dan wacht bekeert de mens zich uit eigen wil. Maar de mens bekeert zich op Gods woord. Maar het is nooit een aanbod der genade. Een lieflijk aanbod der genade is eigenlijk heel duister, heel satanisch, want het bestaat niet. Gaan we weer verder met de preek. En als wij aan deze nodiging gehoor geven, dan mag onze ziel zich verblijden dat de verkondiging dat God licht is in de derde plaats ons ook predikt. Dat er bij God licht is, dat er bij God is het licht der heerlijkheid. Met zijn eeuwige glorie vervult hij de gehele hemel.
Maar in die heerlijkheid heeft hij ook een plaats bereid voor allen, die hij getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van zijn goddelijk, van de zoon zijner liefde. Dat kan alleen als hij dus uitverkoort en er kan ooit geen aanbod van genade zijn. In de donkerheid van aanvechting, van zondenood en smart, van allerlei levensleed, heffen we Gods kinderen toch hun hoofden opwaarts, wetende dat hun verlossing nabij is. Het blij vooruitzicht dat zij eenmaal zullen delen in de erven der heiligen in het licht, legt nu al een glans over hun gelaat en werpt een schijnsel op hun levenspad. En zo ontvangen wij uit de verkondiging die wij van Christus hebben gehoord een antwoord op de vraag wie God is, maar wij bekomen. En daarover zouden wij in de tweede plaats spreken. Een antwoord op die andere vraag die alles beslissend is voor leven en sterven, namelijk op de vraag wie tot zijn volk behoort. Of laten wij het liever persoonlijk maken op de tekst of wij, u of ik, tot zijn volk behoren. In onze tekst dan wordt ons eerst tot onze waarschuwing gezegd wie er niet toe behoren, namelijk die in de duisternis wandelen. En vervolgens wordt tot onze vertroosting ons gewezen wie zich wel mogen tellen als bij Sion ingelijfd, namelijk die in het licht wandelen, niet tot Gods volk te behoren. Dat, wat is dat verschrikkelijk? En toch, het kan zo zijn, terwijl men het tegendeel beleidt. Immers, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niets, schrijft Johannes. Zeggen gemeenschap met God te hebben, schoon is het licht. Schoon is het iemand te horen getuigen dat de verkondiging dat God een licht is, ook zijn evangelie geworden is, zodat hij mag staan mag met de roem in het hart en op de lippen. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Zulk zeggen, zulk belijden, mocht wel meer onder ons gehoord worden. Dat zou God verheerlijkend en zielsverkwikkend zijn. En ook tot sterking wezen van velen die nog in de duisternis en in de eenzaamheid ten neer zitten. Ja, zulk zeggen is heerlijk. Maar de Heere heeft vooral hier lust tot waarheid in het binnenste. En valse lippen zijn hem een gruwel. En toch zulke onoprechtheid en leugen worden gevonden. Het kan zelfs voorkomen dat men opzettelijk in geveinsdheid een masker zich voor het aangezicht bindt. Maar meer nog komt het voor dat men niet alleen anderen, maar ook zichzelf bedriegt. En dat men zonder grond of op valse grond zich de roem van Gods kinderen toe-eigent. Men kan zichzelf en anderen bedriegen. De Heere echter kent degene die de zijne zijn. En daarom moet er gewaarschuwd worden. Moet er ontdekkend gepredikt worden. Opdat wij allen telkens weer gedrongen worden tot de bede. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten.
En zie of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Maar wat is dan de toetssteen die in de prediking gewezen worden kan? En waar ligt het kenmerk van hen die zich naar waarheid beroemen mogen? Waar anders dan in een wandel in de wegen des Heren? God is licht en de wegen des Heren zijn wegen in licht. En daarom, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. De zachtmoedige apostel der liefde wordt scherp. Hij gebruikt hier geen zachte woorden meer, waaronder de mens rustig blijft. Nee, kort en bondig zegt hij, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Wij zondigen met onze belijdenis, met ons woord, tegen de waarheid. Maar ook heel ons leven is een leugen. Wij doen de waarheid niet. In de duisternis wandelen. Dat is nu niet dat een mens eens door de duisternis de zonde overrompeld wordt. Dat men struikelt en valt. Echter, niet in de zonde blijven liggen, maar opstaat. Met een verslagenheid in het hart en met zijn ontrouw de Heere te belijden. En dan naar de verraderlijkheid der zonde en de kleinheid van eigen kracht opnieuw weer ondervonden te hebben. In Gods kracht met nieuwe moed de strijd aanbindt. Alle zonden vijand. Nee, in de duisternis wandelen, dat is een zich rustig voorbewegen op de weg der zonde, zodat de duisternis de sfeer is waarin wij leven, ons bewegen en zijn. Dat wil dan ook zeker niet zeggen dat men altijd leeft in de zonde naar haar ruwere vorm. Dat het altijd moet wezen een publiek leven in allerlei ongerechtigheid. Nee, daar is zonde in een meer verfijnde vorm, in een minder afstotelijk gewaad. Nu zijn deze dingen bekend genoeg, maar juist daarom is het gevaar zo groot dat we eraan gewoon raken. En daarom moet het ons in de prediking telkens weer aan het geweten gebracht worden. Dat men in de duisternis wandelen kan en toch naar het uiterlijk een rechtschapen en deugdzaam mens kan wezen. Ja, men kan zelfs gelden voor godsdienstig en vroom en een vooraanstaande plaats nemen in de arbeid van Gods koninkrijk. Men kan door mee te leven met Gods volk zeggen dat men ook gemeenschap met God heeft. En toch in de duisternis wandelt, omdat men bij dat alles zonder waarachtig geloof de genade Gods niet kent, als het medicijn voor het door zonde schuld verslagen gemoed. Men kan zeggen gemeenschap met God te hebben, maar als die gemeenschap met God niet verlichtend en verwarmend en levendwekkend ons doortrekt, dan is ze er niet. Dan liegen wij en doen de waarheid niet. En aldus liegende onteren wij de Heere, alsof hij Goddes lichts gemeenschap zou hebben met degenen die in de duisternis wandelen. Wij zijn voor ons medemensen een ergernis en struikelblok op de weg naar de hemel. En wij gaan zelfs heen naar het eeuwige verderf. Want het nieuwe Jeruzalem, want in het nieuwe Jeruzalem zal niet inkomen iets dat de leugen spreekt. Wel nu, de zulken die te waarschuwen en te roepen tot bekering. Daartoe mogen door de genade des Geestes het woord zijn levend en krachtig, scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, doorgaande tot de verdeling der ziel
en des geestes en de samenvoegselen en des merks en een oordeel zijnde der gedachten en overleggingen des harten. Allermeest tot de Heere Gods, maar dan ook tot de opbouwing van het lichaam van Christus, welke is zijn gemeente. Waarlijk, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en die wij u verkondigen, dat die in de duisternis wandelt het leven niet zal zien. De toorn Gods blijft op hem. Zalig alleen hij die in het licht wandelt, die niet alleen zegt dat hij gemeenschap met God heeft, maar die ook de waarheid van die belijdenis betoont in zijn leven. Een leven dat van binnen en van buiten bestraalt en vruchtbaar gemaakt wordt door het licht van Gods genade in Christus Jezus, door de Heilige Geest. God is een licht en zijn licht is gezaaid voor de rechtvaardigen en zijn vrolijkheid voor de oprechten van hart. Gelijk wij zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot, verblijft u steeds in God, roemt, roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid, voor al dit heilgenot. Maar in ons tekst wordt de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en die wij u verkondigen, wordt ons niet alleen tot waarschuwing gegeven, wie niet tot Gods volk behoort, maar daarin wordt gelukkig ook zo duidelijk ons aangewezen wie er wel behoort. En dat de bevestiging en vertroosting van velen. Immers, indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander in het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. In het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dat wil niet zeggen dat het licht waarin God leeft gelijk en even sterk zou wezen als dat waarin zijn kinderen hier op aarde leven kunnen. Niet alsof hun heiligheid dezelfde zou wezen als die van de Heere zelf. Nee, God bewoont ook in deze zin een ontoegankelijk licht en ook na de vernieuwing door de Heilige Geest en de wedergeboorte en bekering heeft de Allerheiligste niet meer dan een klein beginsel van de voorgestelde volkomenheid, van dat wandelen in het licht van Gods wegen. Maar dan toch zo, en dat is het kenmerk der rechtheid, toch zo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar alle geboden Gods beginnen te leven. In het licht wandelen, dat is het zetten van de treden in het spoor des Heren, iets makende van zijn zalige ervaring, dat Gods dienst is een liefdedienst die nooit verdriet onder zijn zachte juk en met zijn lichte last. Die in het licht wandelen gaan op wegen des Heren er smartelijk aangedaan, dat ze op die wegen telkens nog weer struikelen en vallen, bidden zij om de genade des Heiligen Geestes, zeggende: doe mij op pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankele gangen. Terwijl zij tevens in oprechtheid voor de Heere belijden durven: daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, om in het licht te wandelen, gelijk hij in het licht is, om volmaakt te worden, gelijk gij volmaakt zijt.
Zij en alleen zij die zich iets van die wandel in het licht kennen, mogen naar waarheid voor zichzelf en voor anderen beleiden dat zij gemeenschap met God hebben. Immers die wandel in het licht, dat vermaak hebben in de wet Gods naar de inwendige mens, dat is niet iets dat de mens van nature van zichzelf heeft. Nee, dat is de vrucht van de gemeenschap die wij met hem hebben. De wandel in het licht, onze goede werken, onze heiligmaking zijn niet voorwaarden voor, maar zij zijn uitwerking van de gemeenschap met God. Een gemeenschap die voor zondaren, wij verstaan het alleen mogelijk en werkelijk is, in de middelaar Jezus Christus door het waarachtig geloof, door Christus die spreken kon. Ik ben de ware wijnstok, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij in de wijnstok niet blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Die in mij blijft, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En zo vruchten dragende, in het licht wandelende, worden wij er al meer van verzekerd dat wij gemeenschap met God hebben. Het licht van de geloofsblijdschap bestraalt al helderder onze ziel. Wij ervaren het dat Christus gestalte in ons verkrijgt. En wij naar zijn heerlijk beeld in gedaante veranderd worden, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar alzo wandelende in het licht bereidt de Heer ons ook nog een andere zegen. Hij doet ons smaken het sterkende kracht van de gemeenschap der heiligen. Indien wij het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Nee, wij gaan op die lichte weg naar Sion, niet alleen, maar met vele broeders en zusters, naar het ene vaderhuis dat vele woningen heeft. En dat gezamenlijk wandelen brengt ons mede de roeping van zelfverloochende liefdesgemeenschap. Niet alleen met woord, maar ook met daad. Maar die gemeenschap der heiligen is niet alleen een geven. Nee, het is allereerst een ontvangen. Het is een bron van lering en versterking. Als wij het soms haast niet geloven kunnen dat wij met al de zonde en zwakheid die nog in ons is overgebleven, toch reizen naar het Jeruzalem dat boven is, dan sterkt ons een blik op de broeders en zusters die met ons meetrekken. Opnieuw de moed. Immers, zij, ook zij, zijn toonbeelden niet van eigen voortreffelijkheid en deugd, maar toonbeelden van wat Gods genade in zondaren vermag. En aan hen gevoelen wij ons verbonden met banden. Die mystieke gemeenschap die alleen te verklaren is uit het feit dat wij allen tezamen één lichaam zijn, één geest hebben en ook geroepen zijn tot één hoop der beroeping. Één Heer, één God en één Vader hebben die daar is boven allen en die door allen in is in allen. Gewis, zo wij gemeenschap met elkander hebben, met de heiligen hebben, zo hebben wij ook gemeenschap met de heiligen. In Jezus Christus zijn Zoon en zijn bloed reinigt ons van alle zonde. En is dat niet tenslotte de enige troost in het betrouwen van ons hart? Immers wandelende in het licht zien wij steeds beter de donkere vlekken die nog ons kleed ontsieren en het stof der zonde waarmee wij weer ons gereinigd gewaar bezoedeld hebben. Hoe dichter wij naderen aan de poorten van Sion, hoe meer het hart bezwijkt van sterk verlangen, maar hoe meer het ook hart klopt van bange vrees dat wij het niet waardig zijn.
de poorten van die geheiligde Godstad in te treden. Zo zelfs dat de bestrijding van de vorst der duisternis ons alles licht kan doen missen. Wij worden kleiner en kleiner, maar is het niet heerlijk? Daarin kan juist wezen. Wasdom en genade. Wij worden groter, niet alleen voor het eigen oog, maar niet voor het eigen oog, maar wel voor het oog van Hem, die zijn hand tot de kleinsten winden wil. Dat kan zijn vermeerdering van licht des geestes, dat ons al meer in onze schuld ontdekt, maar ons dan tegelijk ook toch heerlijk toont dat de wondere kracht van het bloed van Jezus Christus, waarin geopend is een altijd springende fontein tegen de zonde en tegen onreinheid. En geleid door die geest gaan wij dan telkens weer met onze zonde, met onze nieuwe ontrouw, met ons ongeloof, met onze bezorgdheid, met ons koude hart, met onze onreine lippen, met ons verdorven leven, altijd weer tot Christus om het te ervaren. Dat waren onze zonden als scharlaken. Hij ze maakt wit als sneeuw, waar ze rood als karmozijn, ze bij hem worden wit als sneeuw. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat is nu geen mensenwoord. Nee, wij zijn rein om het woord dat Hij tot ons gesproken heeft. Het is Gods woord. Het is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en die wij u verkondigen. Een verkondiging die ons een antwoord geeft op de vraag wie God is, zowel op de vraag wie tot zijn volk behoort, haar samenvatting vindt in het lied. God enkel licht, voor wiens gezicht zelfs zon en maan verbleken, zie ons bevlekt, met schuld bedekt, vol zonden en gebreken. Heer, waar dan heen, tot u alleen? Gij zult ons niet verstoten, uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.